sommige woordjes zijn ook oud, dus die begrijpen mijn kinderen niet eens hier. En andere woordjes die worden nog steeds wel gebruikt. Kijk, een play, dat kent iedereen wel wat dat betekent. Dongense leesplankje is bijna niet meer uit de huizen van Dongenaren weg te slaan. Bart van Kerkhoff gaat wegens succes eind dit jaar de tweede versie lanceren. Ja, Dongense leesplankje, je ziet er in heel veel dorpen zie je leesplankjes ontstaan. Dat zijn eigenlijk gewoon oude woordjes die net als een echt leesplankje van vroeger, waar ze op leerden lezen. Maar dan met lokale woordjes. En dit zijn dan woordjes van vroeger van Dongen. Nou, favoriete woordjes. Dit is natuurlijk wel echt Dongens paard. Paard met twee streepjes erop. U met een streepje, dat is dan een juin. Dat is een lange U, zeg maar. Dus, ja, het zijn de meeste. Sommige zie je ook wel bijvoorbeeld in dorpen die dicht bij Dongen liggen, zie je sommige woordjes wel terug. Maar er zijn ook wel echt typisch Dongense dingen die je eigenlijk nergens anders tegenkomt. Het is ook wel belangrijk vind ik, en een heleboel andere mensen ook, dat de taal van vroeger nog wel ergens een beetje bewaard blijft. Er zijn er weinig meer die Dongens praten, om het toch nog een klein beetje het oude dialect te bewaren en te eren. Bart doet een oproep aan de Dongenaren om typisch Dongense woorden in te sturen voor het nieuwe plankje. Ja, dus er komt deze bedoeling dat ik eind van dit jaar een tweede leesplankje, een Dongens leesplankje uitgeef. Een leesplankje 2.0 met woorden die ook voor de jongeren wellicht nog te begrijpen zijn. En iedereen kan daar suggesties voor doen naar typische Dongense dingen, Dongense woordjes. Op dongen@nieuws.nl of de Facebookpagina van Dongen Nieuws.